Maar we hebben er in november een stuk of 50 gemaakt met een groep mensen. Die zijn dus eind november, begin december opgehangen. En sinds een week zijn we tot ontdekking gekomen dat er 10, 12 huisjes weg zijn. Ik begrijp er helemaal niks van. Heel veel mensen zeggen van ja, maar Ad, je hebt ze ook te laag gehangen. En dat snap ik ook wel, maar dat is voor het eigen gemak dat je erbij kunt. Dus een hele hoop mensen zeggen van ja, je eigen schuld dat ze weggehaald worden. Ze zijn bedoeld als project voor de biodiversiteit te verhogen. Meer planten, meer bloemen, zorgen voor meer mezen. En die mezen die eten dan de eikenprocessierups op en daar hebben we hier heel veel last van. Nee, er ging geen briefje bij. Ik heb er ook geen plaatje bij wat voor type mensen dat dan doen. Ik hoop dat ze ze gewoon in de eigen tuin hangen en dat daar dan ook mezen komen of andere vogels inkomen die daar dan weer voor de biodiversiteit zorgen. Dan hebben ze in ieder geval nog een functie waar ze voor gemaakt zijn.